Ja, daar gaat hij, de tijdelijke Waaghoofdbrug. Hij wordt weggehaald omdat de nieuwe brug zo goed als klaar is. En die nieuwe brug, dat is de Catharinabrug, die S-vormige brug die de nieuwe winkelsteeg, de Catharinasteeg, moet gaan verbinden met de overkant, met de Haarlemmerstraat via de Korte Mare. Nou, er wordt nog druk gewerkt aan de aansluiting daar. En daarom moeten de fietsers en voetgangers de komende dagen nog eventjes van een andere omleidingsroute gebruik maken. Maar over een paar dagen dan zijn de werkzaamheden hier helemaal afgerond en gaat die Catharinabrug open. Dat geldt nog niet voor de winkels in de Catharinasteeg. Dat duurt nog wel een halfjaartje. Begin volgend jaar, komend voorjaar, is de verwachting dat daar de winkels open gaan. Ja, dan een paar maandjes later gaat ook V&D natuurlijk weer open daarnaast. Maar dan als Hudson's Bay. Het nieuwe warenhuis voor Leiden.